Wereld Cerebrale Parisedag, ook in Suriname herdacht. Coronamelder app waarschuwt voor risico's. En Among Us meer dan 100 miljoen keer gedownload. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het is Wereld Cerebrale Parisedag. Cerebrale parese, of CP, wordt veroorzaakt door ernstige schade aan de hersenen tijdens het groeien in de buik of bij geboorte. Diplegia spastica infantalis, hersensverlamming, of de meest bekende naam cerebrale parese, is een stoornis die wordt veroorzaakt door schade aan de hersenen tijdens het groeien in de buik of voor en tijdens de geboorte. Deze schade kan voor leerproblemen, spraakproblemen of een slechte coördinatie zorgen, en in de ergste gevallen alle drie. Een van de minst begrepen aspecten van cerebrale parese is de precieze oorzaak van de schade. Men gelooft in het algemeen dat de meest voorkomende oorzaak van cerebrale parese een gebrek aan zuurstof naar de hersenen is tijdens de bevalling. Toch is dit waarschijnlijk een zeldzame en slechts één van de vele oorzaken. Het is een en al ingewikkeld, maar wat zeker is dat het om mensen gaat. Mensen die net als jij en ik zijn, maar dan met een beperking. Die mensen kunnen best veel. Ze zijn in verschillende beroepen te vinden als ondersteunend personeel, of ze zijn zelf danser. Vandaar Wereld CP-dag. Sinds 6 oktober 2012 worden op deze dag mensen met CP extra belicht. In Suriname staan wij ook stil bij cerebrale parese op 6 oktober. Wij geven extra aandacht aan mensen met CP en de mensen om hun heen. Vandaag hebben wij een bezoekje gebracht aan Huizen Tiel Tiel, een tehuis voor kinderen met een beperking. Kevin en Chantrel wonen gedurende het schooljaar in het tehuis. 1 weekend per maand en in de vakanties mogen zij naar huis. Bij het tehuis hebben zij geleerd zelfstandig te worden, wat ervoor heeft gezorgd dat zij op een openbare school les mogen volgen. Opstaan, baden, aankleden en dan aan tafel gaan en dan op schoolauto wachten. Ik ga naar een normale school en ik moet woensdag en vrijdag naar school gaan. Kevin gaat vanwege de coronavoorzorgsmaatregelen voorlopig alleen op de woensdag en vrijdag naar school en baalt daarvan. Hij en Chantrel hebben wel een oplossing voor de verveling. Als ik thuis ben, als ik moet zeggen, dan kijk ik niet zoveel naar tv. Ik ga gewoon op het aero spelen. Ik ben goed in tekenen. Ik hou van tekenen. En ik hou ook van lezen. Hier vind ik badminton leuk. Basketbal. En thuis hier vind ik voetbal leuk. Als ik met mijn vriendjes speel hier, vind ik het ook leuk. We hebben net gehoord dat je ook sport. Wat speel je? Meer tennis en boccia. Dus je speelt? Tennis en boccia. En soms ook basketbal. We hebben ook gesproken met de moeder van de 3,5-jarige Kian. Aan zijn rolstoel en zijn lichaam is te zien dat hij een beperking heeft, maar niet aan zijn persoonlijkheid. En zo hou je hem vast? Ja, het geluid ook niet. Het geluid neem je hier zo op? Hij is in ieder geval ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Dat laat hij dagelijks zien. Als hij 's ochtends wakker wordt, dan begint hij eigenlijk altijd als eerst met een vraag. En hij blijft de hele dag door vragen stellen. Je merkt dat hij ontzettend graag dat hij de wereld wil begrijpen. De wereld om hem heen wil hij begrijpen. Hij wil ontdekken. Kian gedraagt zich dus naar zijn leeftijd. Veel voorkomende reacties dat het mensen verbaast dat een kindje dat gewoon levendig, vrolijk is, gewoon wil meedoen, wil spelen en ook graag wil babbelen. Maar goed, dat hij toch motorisch een beperking heeft. Hoe heet jij? Kian. Hoe heet je? Kian Baptista.
En hoe oud ben je? 3 jaar. 3 jaar? Ja. Ik dacht dat het 3,5 was. 3 jaar nu. 3 jaar nu. Enerzijds is het juist die wil die hij heeft, waarbij hij dus laat zien dat hij dingen graag wil doen die hij eigenlijk nog niet zo goed kan, die hem vooruit gaat helpen. Want dat gaat hem natuurlijk verder brengen. Als je iets heel graag wil, dan ga je er heel veel moeite voor doen en dan ga je dus blijven oefenen totdat je het wel kan. Cerebrale parese als beperking is dus voornamelijk zichtbaar. Er zijn ook mensen die een veel zwaardere versie hebben en niet uit hun woorden kunnen komen. Maar, net als bij Kian, telt persoonlijkheid eerst. Doe wat je kan. En doe het goed. En laat je beperkingen niet tegenhouden. Voor meer informatie kan je naar www.worldcpd.org. Daar zie je ook verhalen van andere mensen met CP die hun droomberoepen uitoefenen. Coronamelder-app waarschuwt voor risico. Among Us meer dan 100 miljoen keer gedownload. En een doolhof van bussen. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Vanaf zaterdag is het de bedoeling dat iedereen in Nederland de corona-app Coronamelder kan downloaden. Coronamelder is de officiële corona-notificatie-app van Nederland, ontwikkeld onder het toezicht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De app is een digitaal hulpmiddel bij het bron- en contactonderzoek door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Met die app kunnen mensen zien of ze bij iemand in de buurt zijn geweest die besmet is met het virus en op die manier kun je jezelf en mensen in jouw omgeving beschermen. De afgelopen maanden was men bezig met het bouwen van de app en nu is hij officieel goedgekeurd. Kinderen hoeven de app niet te downloaden omdat zij geen afstand hoeven te houden. Met de corona-app kunnen mensen zien bij wie ze in de buurt zijn geweest en hoe lang. Dat kan automatisch via de GPS-locatie en Bluetooth. Als iemand later corona blijkt te hebben, kan de app een alarm versturen aan iedereen die te lang dichtbij is geweest. Zo weten mensen snel als ze zich ook moeten laten testen. Mensen krijgen alleen een alarm als ze minstens 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest. Maar deze persoon moet de app natuurlijk ook op zijn of haar telefoon hebben. Volgens de onderzoekers gaat de app er niet voor zorgen dat niemand meer corona krijgt, maar ze denken wel dat de app helpt. De app gebruikt geen persoons- of locatiegegevens. De app weet dus niet wie je bent, waar je was en wie je hebt ontmoet. Met zijn felgele bussen die rond de populairste attracties van de stad rijden, is Hatto Bus een van de populairste sightseeing tourbedrijven van Tokio. Vanwege de coronaviruspandemie moest het bedrijf echter al zijn gebruikelijke tours enkele maanden stopzetten. Als attractie voor gezinnen in Tokio die veel behoefte hebben aan een echt dagje uit, heeft Hatto Bus een speciaal tourpakket bedacht door een doolhof van 60 bussen, elk 3,8 meter hoog, te creëren. Op deze manier kan het bedrijf, ondanks de bussen niet rijden, toch nog wat geld verdienen. De game Among Us is in de afgelopen weken al meer dan 100 miljoen keer gedownload. Het spel kwam uit in 2018 en had lange tijd wereldwijd maar 50 spelers. Toen veel mensen thuis zaten vanwege het coronavirus, werd het spel ontdekt door gamers die het streamden op YouTube of Twitch. Je speelt Among Us online met andere gamers. In het spel loop je rond in een ruimteschip waar je allerlei opdrachten moet doen. Er loopt ook een bedrieger rond die iedereen probeert uit te schakelen. De andere spelers moeten ontdekken wie dat is.
Door YouTubers die het spel speelden, is het in een korte tijd razend populair geworden. Omdat mensen zagen dat YouTubers het spel speelden en ook leuk vonden, gingen zij het spel zelf ook downloaden. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.